3, 2, 1, stop! Yo jongens en meisjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en ik ben vandaag weer te laat. Ja, de dag begint alweer echt fantastisch. Wij zijn onderweg naar de sportschool, want we hebben weer personal training van Hidde. En vandaag gaat Ruben ook mee. Lekker hoor. En we gaan vandaag nog iets leuks doen. Namelijk, wij gaan vanmiddag zwemmen in ijskoud water. Gewoon buiten in een duinmeertje. En Sahid gaat mee, Gio gaat mee, Jara gaat mee, Aas gaat mee, Niek gaat mee. De personal trainer Hidde gaat gewoon mee. Dus het wordt gewoon een echte gekkigheid. Want ja, jij vertel maar even. Ja, gaan we lekker vloggen. Oké, jongens, ga ik even vloggen. Vertel maar even wat jij doet. Nou, wat ik doe, jij hebt het ook gedaan. We hadden een keer een training gedaan van Wim Hof. Dus zeg maar die Iceman. En dan, het is meer zeg maar het omgaan met kou. Dus het begon eigenlijk met koud douchen. En toen ben ik samen met Willem, een vriend van mij, zijn wij gaan zwemmen in de Oosterplas. Dat is gewoon een duinmeertje. En dat is nu vrij koud. Ja, dat is gewoon fucking koud. Ja, dat is gewoon fucking koud. En hij gaat er dan gewoon in zonder wetsuit. Gewoon lekker zwemmen. Gewoon alleen een zwembroek. Ja. En vanmiddag gaan we dat dus gewoon doen met een hele grote groep. En dat wordt echt chaos. Met Gio en zo. En wel grappig. Ja, ik weet het niet of zij erin gaan. Ik want weet het echt niet. Gio was laatst bij ons eten. Toen zei ik van, ga gewoon mee. Zei, ja, oké, is goed. Ga ik mee. Nou, toen ging Gio mee. En opeens zijn we nu echt met een groep van 10 man opeens die wil mee gaat zwemmen. Dat wordt heel gezellig. Ja, dat wordt wel lachen. Maar goed, we zijn dus nu onderweg naar de sportschool. En we waren een beetje aan de late kant. Want vanavond is het ook Sinterklaas. Het is vandaag 5 december. En we moesten nog allemaal gedichtjes schrijven. En dat soort dingen. En toen waren we een beetje de tijd vergeten. Maar dat maakt niet uit. Want ja, Hidde is een beetje gewend dat wij altijd te laat zijn. Is natuurlijk niet de bedoeling. Ik zeg niet dat het goed is dat we te laat komen. Maar goed. Ja, ik lul weer te veel onzin. We moeten gewoon nu gaan. Let's go. Wij zijn dus gewoon eerder hier dan Hidde. Dit is jouw sportschool. Ja? Ja? Wij zijn hier eerder dan jij. Ja, dat is wel raar. Oh, wacht even. Maar wat dus trek je spullen maar uit. Je krijgt straf. Godverdomme. Dit kan echt niet, hè? Maar wat had ik gezegd? Ik zei, jongens, ik ben wat later. Had ik bericht? Nee? Wel. Hij vroeg aan mij van hoe laat zijn jullie hier? En hij zegt zo van, ik zeg zo ja 10 minuten. Ik zeg oké, rustig aan. Toen dacht ik al van hij is er niet. Maar gezellig, we zijn er weer. Maar goed, Hidde, ben je een beetje voorbereid om straks ook nog te zwemmen? Nee, echt niet. Ik zat serieus. Ik vind het zo tyfus koud. Ik denk dat ik hyperventileer. Oh shit, en jij? Nou, ik denk het ook. Maar ik had vannacht ook echt, ik ga morgen ziek melden. Echt zo erg, zo de dag, zo pussy voelde ik me. Oh ja, maar we hoeven niet, hè. We kunnen er, we gaan er heen. Maar dit is gewoon, als je het aanzegt, moet je ook bezig. Ja, dat is waar. Maar goed, wij gaan dus nu eventjes flink sporten. En dan gaan we gewoon vanmiddag met z'n allen zwemmen. En je ziet het, mensen die denken van, oh, ik ga hyperventileren, want het wordt echt wat, jongens. Het wordt wat. Jullie gaan het zo zien. Je zou denken, hè, je komt bij de sportschool, lekkere goede vitamine, lekkere watertjes. En kijk, je hebt hier allemaal lekkere watertjes zo staan, taartje. En wat staat hieronder? Alleen maar alcohol. Maar ik vind het goed. Nee, maar ik kan het onderbouwen. Ik heb ooit bij de eerste club waar ik gewerkt heb, werd mij altijd verteld, de sterkste mannen ter wereld drinken bier. Duitsers, Vikingen, Noren. Heb je ooit een slappe Vikingen gezien? Nee. Dat bedoel ik, die drinken alleen maar bier. Ja, dit is toch wel top sportschool, jongens. Dus als je ook wilt sporten en bier wilt drinken, dan moet je hier komen. Help je bastards. Niek. Dat is mijn auto! Nee! Meneer, alsjeblieft, spaar me! Ja. Ah, wat zo dit heel pijn. Dat is echt heel veel pijn. Ontspan. Dat handje ook. Ah! Zeg met die handen. Hij heeft een beetje spierpijn. Kijk hoe hij reageert. Doe ze maar. Wie doen? Dit is geen spierpijn. Jawel. Ah! We zijn nog geen 5 minuutjes binnen. Oh. Lekker joh. Dit is juist lekker zo. Ben je wel gewoon bij de sportschool? Staat er opeens een fucking gele kanarie staat er in je auto. Komt hij sporten? Wat neemt hij mee? Cola? Frikandellen? Maat, wat is jouw probleem? Jongen, ik ga je pomp zo meteen. Ja, kom maar even die pomp erin gooien. Ja. Hey, ben je het skip bij? Ja, nu. Ik pak hem op. Hidde, wat vind je nou van dit plaatje zo? Ja, maar ik zat er zo over na te denken. Dat mensen die gewoon een mooie auto hebben, die gewoon op upgraden op hun lidmaatschap gewoon parkeren. Gewoon 5 euro extra per maand mag je erbij zetten. Wel goed. 5 euro extra per maand en dan mag je auto hier neerzetten. Goed, goeie. Voor de gratis mag je er ook in rijden. Ja. Goeie. Hey, slappe tosti! Je moet hem duwen! Slappe tosti! Kom hier!
En helemaal niks in die lach. Nee, zeg je. Je moest gewoon 7 kilo heen mogen trekken. Hij deed zijn hand ook weg. Dit is jouw moment. Ik weet niet of ik jou kan vertrouwen. Huh? Daar ga je, daar ga je. Kom maar. Daar gaan we. Saïd is ook gewoon de sportschool binnengekomen en gelijk chaos, jongen. Gelijk chaos. Even wennen voor straks. Oh ja! Even wennen voor straks. Fuck, het was koud. Oh ja! We zijn nu een buitenspiel rondje aan doen. Ja, dit kilt je. Echt waar, dit kilt je. We zijn nu klaar met de training. En ik ben helemaal aan het trillen. We hebben de pomp er goed in zitten, want we gaan straks zwemmen. Roy en Don komen hier ook zo heen. En dan gaan we... Ja, we gaan zwemmen nog. Hè? Jopie, we gaan nog zwemmen. Waar? Binnen? In een duimmeertje. Buiten! Ik ben helemaal gek geworden! Jij hebt er echt geen zin meer in, hè? In dat waar, in het zwemmen? Ja. Fuck, nee, jawel. Ik heb echt zin in. Ik heb zin om gewoon mijn kleren uit te doen. Gewoon bam! Ik zag jou net kijken. We gaan er straks natuurlijk allemaal afwachten en dan gaan we allemaal pushen. Nee, we moeten er één keer in. Dit wordt een uitdaging. Ja. Wat een gezelligheid. Oh, 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 jongens. Het is chaos. Gio en Jaren zijn er. Niek is er. Het wordt gekkigheid. Echt chaos. Autootjes vol in de straat. Wordt leuk, jongens. We gaan lekker zwemmen zo. We zijn met de auto naar de duinen gegaan en hier gaan wij straks zwemmen. Don en Roy die zijn er ook. Alleen die komen als het goed is ergens, moeten ze daar nu straks aankomen. Hij is ook weer, oh mijn god. Jongens, ik denk echt dat dit chaos wordt. Het is zo koud buiten. Het is niet normaal, maar dit wordt lijp. Ik hoor je echt alleen maar van, ja, ga jij het halen, ga jij het lukken. Maar daarom, dat wordt wat, hè? Ga jij het halen? Ga jij het halen? Nee, ik ga met de stalen kop, wat er ook gebeurt. De klepjes staan erop, hè? Oh, oh, wat een gezelligheid. Kijk, hij is er ook weer. Hey! Zo, daar lopen we. Echt waar, joh? In allemaal groepjes. Ja, we lopen, Gio. Hey, wat heb jij mooie nieuwe schoenen? Ja, nee, opflikken, gast. Ik was een wit houden. Heren, we zijn er. Oh, oh, oh. Zijn we klaar om te zwemmen, boys? Ja, hoor. Ja, ik niet. Oh, oh, oh. Besef dat we gewoon nu hierin gaan zwemmen, jongens. Het is zo koud. Niet normaal, maar het is wel mooi. Hé, hey, heren, ben je klaar voor? Nee. Holy shit, jongens. Iedereen staat al. Ik ga even beloven dat het koud is. Oh. Oh. Oh, dit is niet goed. Hé, hey, ga erin. Kom. Hé, zeker. Ja, wij zijn af. Ik moet echt gewoon 3, 2, 1, broek uit. Kom. 3, 2, 1, go. Hey Gio, het was 3,2 seconden en meer niet, hè? Ja, oké. Jezus! Ah! Weet je wat het is? Ik heb het gevoel dat Pik en Brand staan. Misschien komt het door die SOA, dat weet ik niet. Het is een mindset. Maar eerlijk, wel echt prof, ouwe. Nee, anders ga je even daar staan. Ja, achter van je arm, zo'n blauw. Pik, dit is niet goed. Film dit even, Mies. Het is helemaal een soort, echt een soort panterkleur. Dit is toch niet normaal? We zijn er net uit. Iedereen is weer helemaal aangekleed. En het was wel echt lekker. Hé, hey, wat vond je ervan? Ja, nee, man. Wat nee, okay. Goed gedaan. Nee, eerlijkheid, het was goed te doen. Ja, het was goed te doen. Nou, goed te doen, maar het was te doen. Ja, hij heeft echt goed gedaan. Ik zat bijna zwaar te hyperventileren en toen kwam hij.
Chill, chill. Ja, maar dan gaat het goed, hè? Maar ademhalen. Dat is dan gaat het goed. Iedereen heeft hier net nog eventjes lekker erwtensoep gegeten en chocolademelk gedronken. En dat ga ik nu weer lekker opruimen. Ik ben kapot. Ik heb lekker gedoucht net. Ik ben nu weer lekker warm. Maar ik vond het echt hartstikke vet om met iedereen het water in te gaan. Het was chaos, het was leuk. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, ik was zo verbaasd over een paar gasten zoals Gio en Don. En ook Niek, dat ze gewoon zo makkelijk het water in gingen. En ja, Saïd ging er ook in, maar die rende gelijk weer eruit, zoals jullie zagen. Maar ik vond het echt een hele leuke dag. En ik vond het echt heel grappig om dit met iedereen te doen. Maar goed, ik ga lekker mijn bed in. Ik ga lekker niks meer doen. En ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Vond je deze video leuk? Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan nog steeds hartstikke lekker. En dan spreek ik jullie later.